Het zijn drukke tijden voor Kurt Rogiers. Nog tot en met 11 februari aanstaande staat hij als advocaat op het podium in het theaterstuk Assise in Theater Elkelijk te Antwerpen. Daarnaast heeft Kurt het bijzonder druk met de opnames van familie. Op dit moment ben ik heel druk met familie bezig. Je moet weten dat wij nu zo stilletjes aan de seizoensfinale beginnen voor te bereiden. Dus de eerste voorbereidingen zijn er al. Wij zijn dat aan het lezen, wij zijn dat aan het repeteren. En tegen volgende maand nemen we het op. Dus het wordt zeker tot Pasen nog wel heel drukjes, ja. Ga jij of gaat Lars een belangrijke rol spelen in die seizoensfinale of gaat hij dit jaar eens buitenschot blijven? Ja, ik weet dat jullie dat altijd heel graag weten. En ik zal jullie in ieder geval vertellen dat Alwi, je kent de hashtag Larsiek, dus dat is Lars, Veronique, wel, die gaan misschien wel nog verschieten, want er gaat nog van alles. En dat is alweer geen promotiepraat, maar het is echt, ja, ik vind het fijn. Janine Bisschops, die mijn moeder speelt, die gaat een belangrijke rol spelen. Er gebeurt van alles met Erika van Tielen, die mijn zus speelt. En ja, er komen nog heel veel mooie dames op Loft Lars. Dat kan ik wel zeggen. En op Lars ook.